We zijn weer bij het Jostie Bent Pret praatloket. En ik heb inmiddels wel een bekende voor het loket staan. Onze Sharif. Goeiedag. Goeiedag. Hoe is het met je? Goed. Nou, jij komt bij het loket als je wat te vertellen hebt, hè? Ja. Nou, zeg het maar. Ik heb zeker wat te vertellen, want ik maak kerstkaarten. Jij maakt kerstkaarten. Ja. Ja, en ik heb er van de week al een aantal gezien. Je maakt hele mooie kerstkaarten. En wat wil je met die kerstkaarten? Die zijn ook te koop. Die zijn te koop. Daar heb ik flyers voor gemaakt. Oh, kijk. Nou, laat eens een flyer. Die laat ik even zien. Ja, precies. Want dan kan ik dat nog even op de film zetten. Een momentje. Ja. Straks valt mijn telefoon in de hecht, dus het lachen. Oh ja, je hebt een hele flyer. Kijk, daar staat op dat jij kerstkaarten maakt. En dat we de mensen die bij jou kunnen bestellen, per kaart 1 euro, 8 kaarten voor 3 euro. Of, nee, 5 kaarten voor 3 euro en 8 kaarten voor 5 euro. Top. Dus die maak jij helemaal zelf? Die maak ik helemaal zelf. Oh, wat leuk, joh. Dan heb je ook een voorbeeld? Want dan kunnen mensen misschien eens even kijken wat je maakt. Ook een paar voorbeelden. Kijk. Je bent echt een ondernemer, man. Hey. Bijvoorbeeld. Oh, die is leuk. Ja. Voorzichtig dat die niet in de hek gaat. Nee. Of. Oh, die is ook leuk met een poesje. Ja. Of bijvoorbeeld een kerstman. Oh, die is ook schattig. Je hebt allemaal verschillende dus. Of met een gele achtergrond. Kijk, als je een geel huis hebt, dan is deze weer leuk. Ja, top. Of een gele kerstboom. Een andere formaat. Oh, je hebt ook nog andere maat. Oh, vierkant. Ook leuk. Dat lijkt wel de paashaas, of niet? Dat lijkt wel een konijntje. Of een karrieslee. Oh ja, Flappy. Dat is Flappy. Een karrieslee. Of een karrieslee. Ja. Hé, maar leuk, Sharif. Nou, ja. Top. Dus mensen kunnen dat bestellen bij jou. Die kunnen dat bestellen en dan kunnen ze ook een briefje achterlaten in de postbak. En ik woon op de Drietaktweg 25. Drietaktweg 25. Hé, top. Hé, maar wat ga jij met dat geld doen wat je ermee verdient? Daar ga ik mijn nieuwe kaartspulletjes van halen. Kijk, dat is een goede zaak. Dus dan verkoop ik ze. Ja. En dan investeer je weer in nieuw materiaal. Kijk, dat is toch echt een ondernemer, hé. Nou, top. Wat leuk dat je het even kwam laten zien, Sharif. Ja. Ik zet het natuurlijk op internet. Althans, dat doet Ivan vanavond wel. En dan hoop ik dat je heel veel aanmeldingen krijgt. Dat hoop ik ook. En we gaan ook langs de deuren. Je gaat... Oh, kijk, ook dat nog. Nou, dat is helemaal gaaf. Dank je wel voor deze informatie, dat Sharif. Helemaal goed. En Jasper, wil jij nog wat vertellen? Ja. Ik wens hem van de hele van de Ipsen. Ja. Ook van de Trietasweg. Ja. Op de dagbesteding. Ja. Allemaal. Ik wil jullie allemaal wensen. Fijne dagen. Fijne dagen en een gelukkig nieuwjaar voor 2020. Kijk. 21, ja, laten we hopen dat het een beter jaar wordt, toch jongens? Maar we houden de moed erin, hè? We houden de moed erin. Zo is het, jullie zijn kanjes. Nou, dank voor jullie praatje. En ik ga er weer een pretpraatloket van maken. Nou, doeg! Ja, doeg.